jullie staan hier bij het stadhuis met een bijzondere opdracht. Kan jij in kort vertellen waarom jullie hier met de graven ruiters staan? Nou, wij zijn een paardrijdermanege voor mensen met een beperking. En wij dreigen te stoppen omdat wij de nieuwbouw niet kunnen betalen. Dat is de reden waarom we hier staan. Ja, en waarom kunnen jullie die niet betalen? Wat is er gebeurd in die afgelopen jaren? Nou, we hebben een vergunning aangevraagd bij de gemeente. En vervolgens stelde de gemeente voor om grond te ruilen. En daar werd het ineens juridisch heel erg ingewikkeld. De afhandeling daarvan heeft zo lang geduurd dat nu de prijzen zijn gestegen. En wij niet langer nieuwbouw kunnen betalen. Dat is ons probleem. Daarvoor kloppen wij nu aan bij de gemeente. En wat verwachten jullie van de gemeente? Wij verwachten van de gemeente dat ze ons tegemoet komt op een redelijke manier. Namelijk dat zij de kostenstijging die wij hebben als gevolg van hun trage handelen, dat ze die voor ons op gaan lossen. Dat ze dat gaan betalen. Wij bestaan al 50 jaar. Wij redden onszelf. Maar als gevolg van nu een kwestie met de gemeente kunnen wij het niet meer betalen. Dat kan niet zo zijn. En wij denken dus dat de gemeente ons hierbij moet helpen. En wat vragen jullie nu exact van de gemeente? Wat willen jullie? Hoeveel moeten ze over de brug komen? Wij willen 140.000 euro hebben, minimaal. Wij kunnen hard maken dat dat het bedrag is wat wij op dit moment aan meer kosten hebben, omdat het proces zo lang heeft geduurd. Wij vinden dat de gemeente dat gewoon moet compenseren. Jan Maarten van Rees, de gravenruiters staan hier voor het stadhuis. Waarom staan ze hier? Ze staan hier omdat ze geld willen van de gemeente voor de bouw van de manege. En wij hebben de afgelopen dagen hebben gesprekken met ze gevoerd. En wij komen tot een bedrag van 50.000 euro wat we aan hun kunnen geven als compensatie voor de langere doorlooptijd, voor de grondruil die heeft plaatsgevonden. En zij willen 140, dus daar zit een gat in. Ja, en hoe moet dat opgelost worden? Nou, wij denken dat zij met 50.000 euro voldoende geld van ons krijgen, omdat ze daarnaast ook een beroep kunnen doen op fondsen. En op het Stichting Waarborgfonds van de Sport. En dat ze daarmee het geheel kunnen financieren, dus dat die 50.000 euro van ons voldoende is. Toch nog een kleine impasse, denk ik, want daar zijn ze het volgens mij niet helemaal mee eens. Daarom staan ze hier. Het is sympathiek, hè, de gravenruiters, en ik draag ze ook een warm hart toe. Als ze het met 50.000 euro toe kunnen, dan gaan we geen 140 geven. En dat ze daar voor de rest ook nog moeite moeten doen, dat is ook duidelijk. Alleen de goede kans dat ze het dan wel rond kunnen breien. En dat is uiteindelijk de bedoeling dat die manege er komt.